heb er zin in. Hoi jongens. Jullie zijn er al. Geweldig, leuk. Welkom. Welkom in de Skybox. Hier gebeurt het allemaal. Rondleiding. Goed. Ze noemen mij ook wel een clubmens. Jij bent echt een clubmens. Daar heb ik het over deze jongen. Lekker golfclub. Daar gebeurt het allemaal. Maar hier binnen gebeurt het ook. Kijk, het is echt Afrikaans hout. Het is duur. Voor wat hoort wat. Dit is neppie voor, maar het ziet er bijna echt uit. Nou, hier is de bar. Het barretje. Lekker. Hier gebeurt het allemaal. Hier zijn de transacties. Hier worden zaken gedaan. En hier mag ik graag staan tijdens de wedstrijd. Allemaal lekkere dingetjes. Koekje. Gewoon pakken hoor. En natuurlijk het tappie. Lekker tappen. Biertje. Meestal is er personeel hoor. Maar kijk, glamour en voetbal zijn gewoon één. Gewoon twee handen op één buik. Zonder voetbal geen glamour, zonder glamour geen voetbal aan. ik heb wel humor, dat zeg ik ook altijd zelf. In de zomer de skybox, in de winter de keybox. Ik voel me ook heel glamorous. Ik heb altijd goede pakken aan. Designpakken koop ik bij OGR in de PC Hoofdstraat. Weet je, ik noem mezelf de Willem van Hanegem van de glamour. Ik heb gewoon humor. Je kan ook heel erg lachen met Willem. Hè? Wedstrijden winnen, maar lachen. Ja. Hoe laat begint de match? Vandaag? Gewoon 3 uur zoals gewoonlijk. Het is nog rustig. Maar de sfeer, die maak je niet echt mee. Niet? Juist wel. Hier gebeurt het. Hè? Niet daarbuiten. Kijk, zo meteen dan zie je hier Gucci, Prada, Dolce & Gabbana. En daarbuiten bij de supporters. Vibra, Zeeman, Excelsior. Allemaal van die B-merken. Nou ja, kijk, ik vind het hier eigenlijk wel gezellig. Is het nou echt een mannenbusiness? Nou, wat heel goed voor de business is, is natuurlijk de voetbalvrouw. Ik heb er zelf ook in. En niet omdat ik kan voetballen. Ik zou niet aan moeten denken, zo met allemaal van die mannen in korte broeken rollen op de modder en dan een hele carrière op de reservebank. Nee, dat is niks voor mij. Maar voetbalvrouw, ik heb zelf een verrukkelijke trophy wife hoor. Echt een heerlijk stuk arm candy. Heb ik opgedaan in de skybox van FC Ajax. Welke clubs spelen er vandaag? Twee clubs. Uit de divisie. Ik heb er zin in. Ik kom ook in het buitenland hoor, regelmatig. Proost. UEFA cupje meepikken. FIFA cupje, wifi cupje meepikken. Allemaal lekker meepikken. Weet je wat leuk is van buitenlandse reisjes, buitenlands voetbal? Weet je waar ik daar zo'n passie voor heb? Dan zit ik soms naast Marco van Basten, naast Johan Cruijff, naast Pelé. Gewoon van die beroemde, bekende Nederlanders zit ik gewoon naast. En van het een komt het ander, word ik weer uitgenodigd voor de haringparty. Kan ik op de foto met Gerrit Salm, ga ik naar de rode loper van Frans Modenaar. Of gewoon lekker over de keukenvloer bij Joop Braakhek. Ja, dat vind ik zo mooi van voetbal. Nou ja, penalties, nou word ik niet echt warm of koud van. Maar van de lekkere koude champagne word ik heel warm. Ik voel me heel erg thuis. Nee, voor mij kan voetbal niet commercieel genoeg zijn. Ik zeg altijd, voetbal is commercie, commercie is voetbal. Ik verdien er zelf natuurlijk ook heel erg veel geld aan. Dat is ook het leuke van het spelletje, het hele spelletje. Weet je, ik organiseer ook fotosessies met Heitinga, Matthijs, Edward van der Sar. Wel, de mensen willen gewoon met de spits op de foto. Dat is eigenlijk een beetje de kern van commercie. Je moet wel gaan voor die toppers. Foto op de reservebank levert minder op. Nee, mijn passie voor voetbal is grenzeloos. Ik heb, al zeg ik het zelf, ook heel erg veel betekent voor het. Sorry. Nee, ik word heel even emotioneel. Ah, ja. Hey, hoi, met mij. Ja, ik ben er al. Waar zijn jullie? Oh. Ja, ja. Oh. Ja, nee, ik wist het wel. Oké, zie je zo. Alright. Uitwedstrijd.